snel! Oftewel, van harte welkom. Leuk dat je weer kijkt. Dit is Exclusive Swiss Cars. En vandaag, dames en heren, rijden we weer in een juweeltje. Oh ja, we rijden vandaag namelijk in de Audi RS4 uit 2019. Oeh. En dan hoef ik alleen maar te zeggen S, gas... En ready for takeoff! Ze zeggen natuurlijk wel, hè, aangezien dit de RS4 is, voor het eerst een V6 in plaats van de V8. Ja, de een zegt, joh, ik mis wat emotie in de auto. Kan ik me iets bij voorstellen? Hè, ken je nog die oude S4'tjes met zo'n V8, weet je wel? Zo'n model uit 2003-2004. Oh man, dat brult alleen al met plezier omdat je weet dat die V8 erin zit. Nou ja, dit is dan per definitie, zou je kunnen zeggen, het is wat minder emotioneel. Maar aan de andere kant is dit natuurlijk wel nog beter gedempt qua comfort, rust, stilte. Audi zegt ook, wij staan nog steeds voor prettig rijden. En dat is niet alleen maar snel. Dat is niet alleen maar als een raket er vandoor. Nee, Audi zegt ook gewoon, luister, in ieder model waar je instapt moet je eigenlijk ook het gevoel hebben dat je ook relaxed kan rijden en dat het niet alleen maar over snelheid gaat. Kijk, je moet het zo zien, de vorige generatie RS6 had zeg maar op zijn top een bepaald aantal opties op zo'n auto. Nou, Audi is dan zo, om dan dat hele pakket dan vervolgens weer in een klasse lager, in de A4, op de RS4 ook te zetten. Dus je hebt nou gewoon een RS4 met alle opties die de RS6 van de vorige generatie ook heeft. Dus dat is heel leuk om te zien. Nou ja, het begint natuurlijk al met een schuifkanteldak. Je ziet hier ook weer het hele mooie Alcantara stuur. Ook bij de automaatbak zie je ook weer heel mooi. De mooie RS-logo's. Ja, dan de opties natuurlijk. Side assist, lane assist. Je hebt adaptive cruise control. Een hele uitgebreide head-up display. Je kan zelfs je tijdrondes in beeld hebben. Daarnaast heb je ook nog, en dat is ook wel vrij uniek, in deze... Ja, toch wel sportieve stoelen zit ook een massagefunctie. Zelfs dat zit erbij. Elektrische achterklep hebben we ook nog. 360 camera. Nou ja, kijk maar even over en dan opties ook zeg maar aan de buitenkant. He, allemaal heel mooi carbon accenten. Ook de carbon accenten hier van binnen. Mooie stoelen, rode stiksels. Ja, ik blijf dat toch altijd heel erg porno vinden. Dit soort mooie rode randjes. Allemaal van die kleine details dat je weet dat je gewoon in een bijzonder model rijdt. Ja, ik ga er gewoon heel lekker op. He? Memory seats ook erop. En last but not least ook nog eens een keer keramische remmen. Nou, ik bedoel het maar. Dit is de meest uitgebreide RS4 qua opties die je maar kunt bedenken. En dat maakt het ook weer tot een prachtige auto. Een waardelust voor het oog. Maar nog mooier en nog belangrijker. Het is heerlijk om in te rijden. Kijk maar even naar de beauty shots. Oeh! Ja, lieve mensen, tot zover deze prachtige RS4. Oh, wat is het toch fijn. Ik kan hier wel een heel weekend in rijden als het aan mij ligt. Fantastisch. Zijn er nou nog andere auto's die je graag wilt zien en even wilt bekijken? Check dan even de website exclusiveswisscars.nl. Deze RS4 is nog steeds te koop, dus heb je daarvoor interesse om toch eens een keer het leren in het Alcantara te komen ruiken? Kom dan zeker even naar onze showroom. En voor de rest kan ik alleen maar zeggen bedankt voor het kijken weer. Het was hem weer. Een nieuwe aflevering van Exclusive Swiss Cars met deze prachtige RS4 uit 2019. Wat een heerlijke auto. Fijne dag nog en graag tot de volgende keer. Hoi hoi! Ongelooflijk. Dus je ziet gewoon dat het licht lekker kloot is zo in beeld. En dat we op deze manier eigenlijk even terug moeten omdat het niet zo netjes is voor elkaar in beeld.